Nou, ik zie wel eens een peuter in een kinderwagen voorbij lopen met een lolly in zijn hand om 8:30 's morgens. Ja. Dat is toch lekker? Ja, heerlijk, maar niet om 8:30 's morgens als je 2,5 bent. Rennen! Dus dat de kinderen kunnen fietsen, dat zie je hier. Dat is een paadje, ze kunnen zigzaggen, ze blijven ook op de stoep. We hebben een gedeelte waar de kinderen echt kunnen bewegen. En we hebben een derde zone, dus ook zeg maar de rustige zone. Ook met sensopathisch materiaal, dat ze lekker kunnen voelen met hun handen. Kom op, gaan we! Nou, ik zie wel eens een peuter in een kinderwagen voorbij lopen met een lolly in zijn hand om 8:30 's morgens. Ja. Dat is toch lekker? Ja, heerlijk, maar niet om 8:30 's morgens als je 2,5 bent. Eerst mochten de kinderen gewoon sapjes meenemen, pakjes fristi. En water is net zo gezond eigenlijk als die andere sapjes. Gezonder zelfs. Zelfs gezonder. Je komt er niet vandaan. Ik was zelf ook niet echt een hele slanke peuter. Hoort dat ook niet gewoon een beetje bij? Ja, het kan de bouw van het kind zijn, is ook helemaal niet erg. Maar het gaat om het bewegen. Want ik ben ook niet een van de slankste, maar ik eet wel gezond. Ik beweeg, ik sport. Je ziet aan jou heel goed dat het allemaal is goed gekomen. Ook als mollige peuter kun je nog heel goed uit de verf komen. Maar als je jarenlang te zwaar bent, dan is er een probleem. En dan is het heel handig dat er dit soort programma's zijn die nu al iets doorbreken in het gedrag. Zo.